Ik ben zelf ook ICT-coördinator op school en merk ook gewoon van collega's dat het echt handig is om die digitale vaardigheden bij te houden en aan te leren. En ja, hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Ik denk als andere ICT-coördinatoren de digitale geletterdheid op school willen vergroten onder leerlingen, maar ook onder docenten, denk ik dat het belangrijk is om goed eerst over te hebben wat nou belangrijk is. Waarom doen we het iets? Mensen zijn pas geneigd om iets te leren als ze weten waarom ze het doen. En hoe kan je dat dan als ICT-coördinator doen? Door vooral veel te praten met wat de wensen zijn van collega's en daarop op in te spelen. Dus niet een eigen programma bedenken, maar samen dat op te zetten. En dat geeft mij heel veel energie en dat samen te bouwen.